die zullen bewijzen dat er helemaal geen spoken bestaan. Ook in de torenkamer niet. We zullen met z'n tweetjes een hele nacht in de torenkamer blijven. Om met de spoken te knikkeren. Doe dat niet, jongens. Het is levensgevaarlijk. Als dat maar goed afloopt. Verdachte, Kees. Wat een rommel is het hier. Kijk eens, een ijzeren hein. Ja, zeker het hein is van een of andere ridder. Hij heeft een deuk in zijn borststrok. Zeker een aanrijding gehad. Die Kees. Ik had me zo'n torenkamer veel griezeliger voorgesteld. Kom nog wel, joh. Straks gaat alles knarsen en piepen. Nou, ga weg. Je maakt mij toch niet bang, hoor. Lekker donker is het, hè? Echt iets voor een spooknacht. Gezellig ben je, hoor. Hoe laat is het? Het heeft juist 11:50 geslagen. Oh, dan hebben we nog even de tijd. Waarvoor? Voor de boterhammen. Oh. Wil je er eentje? Nee, dank je. Lekker. Kaas. Oh, de wind die steekt op. Hoor je dat? Nou, het moet ook. Maar als het nou niet gaat omweren. Het hoort erbij, Dodo. Waarbij? Nou, bij de spookrij. Hup! Daar gaat de plak kaas van mijn brood. Jammer. Zeg, Kees. Tot hoe lang blijven we? Tot morgenochtend, natuurlijk. Oh. Dat is toch afgesproken? Ja, maar... Wat is dat? Oh, dat. Gewoon een uil. Die moeten we knappen. Knappen? Nooit gehoord van een uiltje knappen. Ha, je kletst. Nou, dan niet. Moet je nog een boterham? Nou, ik heb geen trek, dankjewel. Als je niet gauw bent, deed ik ze allemaal alleen op, hoor. Wat was dat? Hoorde je wat? Hoorde je niks? Help! Oh, dat is gewoon een haan. Die balkt. Maar je bent niet goed wijs. Een haan, die kan toch niet balken? Oh, nee. Heb jij nooit van hanenbalken gehoord? Nee. Dat gaat een rat. Oh, dat is de rat van avontuur. Nee, ik bedoel, het is de rat van 11:55. Hij is precies op tijd. Ik vind het een griezelige boel, hoor. Zeg, zullen we maar teruggaan? En de voetbal dan? Nou ja. Het ergste hebben we nou gauw te pakken. 12:00. Zou je denken? Ja, dat denk ik. Weer, hè? Lekker spookweer. Ga toch op, Kees. Ik sta gewoon weg te bibberen. Nou, ga dan zitten. Ik wil weg. Ik wil weg. Een spook. Kees, een spook. Haha, dat spook heet gordijn. Haha, laat naar je kijken, joh. Ben jij nou dappere Dodo? Nou, kan ik wat aan doen. En je kan toch nooit weten of het een spook is? Wat akelig is het hier. En ik heb het zo koud door het open gat in die muur. Nou, weet je wat? Kijk maar eens in die kist daar. Zie je wel, die kist? Ja, ik zou je danken. Nou, misschien vind je daar wel nou een jas of een deken of voor mij wat een beddenlaken of zo. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven, acht, negen,